ben Vincent en vandaag ga ik het hebben over een geheel nieuwe bux van Gamo, namelijk de Gamo Quicker. De Gamo Quicker is een knikloopbux, net als heel veel andere buxen dat ook zijn. Alleen wat wel het unieke is in deze bux, is dat die beschikt over een 10 schots magazijn. Een roterend magazijn. En het enige wat je hoeft te doen, is het magazijntje te laden met 10 kogeltjes. Je knikt hem door, totdat je een veer opgespannen hebt. En in diezelfde beweging roteert het magazijntje, waardoor er een nieuw kogeltje in de loop terecht komt. Dus je kan heel snel achter elkaar doorschieten met deze bux. Verder, de lengte van deze bux is 110 cm lang en hij weegt 3 kilo. Hij wordt geleverd met een 4x32 richtkijker. De koelsol, daar kun je deze rubber stukjes uithalen, zodat je nog wat minder terugslag hebt. Ja, dat is gewoon een hele leuke bux om een beetje mee te plinken, ook omdat je er zo snel mee kunt schieten. Hij heeft een handmatige veiligheidsbal, die zit voor de trekker. Als je die naar achteren zet, dan is de bux safe, hè? Dan blokkeer je de trekker. En duw je hem naar voren, dan is je schiet klaar. Om het magazijn eruit te halen, zit er aan de bovenkant zit er een knop waar je op drukt. En daarbij klik je in feite het magazijntje eruit. Zoals ik al zei, het is een 10 schots magazijn. Deze die kun je simpelweg draaien als je er een kogeltje in doet. En zo draai je hem door tot de volgende kamer. Ja, en zit hij op 10 kogeltjes, dan duw je hem vervolgens in het wapen en dan geeft hij aan de bovenkant ook aan hoeveel kogeltjes er nog in het magazijn zitten. Dus zou je tijdens het schieten de tel een beetje zijn kwijtgeraakt, dan kun je altijd zien hoeveel kogels er nog in het magazijn zitten. Dus dat maakt het wel zo veilig. Dit exemplaar is 5,5 mm en heeft een mondingssnelheid van 220 meter per seconde. Ook hebben we hem in 4,5 mm en schiet hij 305 meter per seconde. Het is een beetje een persoonlijke voorkeur, we hebben ze eigenlijk maar beide op voorraad genomen, omdat ik denk beide modellen wel heel goed gaan verkopen. Er zit een soort compensator op de loop, ziet er ook wel heel cool uit. Dat zie je normaal gesproken meer bij volautomatische geweren, dat hij wat minder opslag geeft. Of het iets doet, weet ik niet, maar ja, het ziet er zeker wel gelikt uit. Daardoor heeft hij ook een kunststof mantelloop en dat is dan op zich wel weer fijn, want je pakt hem natuurlijk om hem te spannen altijd bij zijn loop vast. En buxen waarbij dit ook geblauwd staal is, dan krijg je vaak natuurlijk roest op de loop, omdat je altijd zuur op je handen hebt en ja, dat beschadigt het. Daarentegen, dit is wel geblauwd staal en ja, dat doen ze dus om het roesten tegen te gaan, maar het kan dus met zuur kan het niet zo goed tegen. Dus soms even een doekje met iets van wapenolie eroverheen halen, dan hou je hem gewoon netjes. Het magazijntje is er dan ingeklikt, ja, je hoeft hem eigenlijk alleen maar te spannen. Ja, en je kan schieten. Als je deze doos of deze bux nieuw uit de verpakking haalt, dan zit de kijker er los bij in, zoals eigenlijk standaard zo is. Dus je zult de kijker altijd zelf eventjes moeten monteren en moeten inschieten. Er zit een rail hieronder en je hebt de kijker met de montages. Het is het handigste als je de montages met een torksleuteltje wat erbij zit even loshaalt en dat je eerst de onderste helft van de montage vastzet op dit railtje. Dan leg je de kijker er vervolgens in en voordat je deze twee klepjes erop legt en vastdraait, is het wel handig om de kijker even, of om het geweer even te schouderen en de kijker nog een beetje heen en weer te schuiven, dat je hem op de goede afstand van je ogen hebt. Zou je dan een paar keer schieten en schiet je op een kaart waarbij alle kogeltjes bijvoorbeeld continu te hoog afkomen, maar wel goed bij elkaar, dan haal je deze stelknop, dan haal je het kapje af en hieronder wordt aangegeven dat up omhoog tegen de klok in is, dus omlaag is dan met de klok mee. En hieronder hetzelfde voor links en rechts. Komen alle kogeltjes te hoog, dan draai je simpelweg omlaag. En dat voel je dan in klikjes gebeuren. En één klik is 1/4 van een inch op 100 yards, dus dat stelt heel weinig voor. Op grote afstand betekent het wel iets, maar zit je nou op 10 meter zo'n stuk te hoog en je zal twee klikjes omlaag doen, dan zie je dus nog heel weinig verschil. En schiet altijd even een paar keer voordat je gaat stellen. Want je zult ook wel eens een misser hebben. En als je aan de hand van je eigen misser gaat lopen kalibreren, dan ga je vaak de verkeerde kant op. Ja, laten we maar eventjes proberen op onze baan dan. Nou, we zijn inmiddels op onze proefbaan. Zal ik nog even laten zien hoe die werkt. Deze knop druk je dus in en dan komt het magazijntje. Klikt los. Die laad je vervolgens met 10 kogeltjes. Of je nou voor de 4,5 mm of voor de 5,5 mm sessie zou gaan, dan kunnen bij beide magazijnen kunnen er 10 kogeltjes in. Die klik je erin en vervolgens draai je hem door tegen de klok in. En kun je hem gewoon rustig vullen. Ik schiet hier met JSB Jumbo Exact kogeltjes. Ik zal hem ook even door de chronometer heen halen. Ik zei in 5,5 mm is de fabrieksopgave een 24 joule en een mondingssnelheid van 220 meter per seconde.
Dat verschilt uiteraard nog wel per kogeltje wat je erin in verschiet. Dus dat kunnen we even testen. Het magazijntje is nu geladen aan de bovenkant. Zorg je dat je deze zo in de buks klikt, zodat je ook kan lezen dat er 10 staat. Of staat het op zijn kop, dan past het magazijntje er ook niet in. Het moet er makkelijk ingaan. Klik en hij is vast. Vervolgens, je breekt de buks totdat hij klik zegt. En er zit een kogeltje in de loop. Zo snel gaat het. Ik zal de chronometer even aandoen. Ik had het gewicht van het kogeltje had ik daar al op ingevuld. Hij geeft hier aan 195 meter per seconde. Ja, ze testen ze dan ook standaard vaak met iets lichtere kogeltjes. Maar goed, dat is voor een 5,5 nog steeds is dit prima. Vervolgens zie je hier ook dat hij nu op 9 staat. Dus er zitten nu nog 9 kogeltjes in. Ja, en je kan maar doorgaan. Dat is het leuke aan deze buks. Je kan gewoon mooi snel schieten. Hij heeft een CAT tracker. Dat noemen ze een custom action tracker. En in de tracker daar kun je ook met een inbesleuteltje kun je in. En dan kun je hem nog wat lichter bijstellen ook. Ja, het is gewoon een hele leuke buks. Gewoon echt uniek omdat het met een magazijn is. Maar natuurlijk wel constant schiet. Heb je een CO2-buks met een magazijn, dan heb je altijd te maken met dat de druk van het CO2-patroon natuurlijk afneemt. Ja, en hiermee niet. En je hoeft er natuurlijk geen CO2-patroon erbij te kopen of iets. Ja, het is gewoon leuk schieten. Zowel in de 4,5 mm als in de 5,5 mm heb je er ook voldoende voorraad in. En ja, ben je benieuwd naar deze buks? Of wil je hem eens een keertje komen proberen, dan kom gerust langs. Okay.